wat te doen met 2 miljoen. De provincie Flevoland stelt voor de komende jaren opnieuw miljoenen euro's ter beschikking om sociale initiatieven in de polder te ondersteunen. Maar wat kun je doen met dat geld? Deze week 5 gesprekken met initiatieven die in de afgelopen 3 jaar geld kregen uit dat subsidiepotje. Zo wordt in Biddinghuis een beleeftuin aangelegd voor kinderen met een beperking. Cindy van het Ende die is daarbij betrokken. Zij is van de stichting Jelte. Cindy, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de aanleg van die beleeftuin die is eind vorig jaar begonnen. Hoe staat het ermee intussen? Ja, dat vordert gestaag. We zijn druk bezig met de infra nu. En op de grond is zeg maar al goed zichtbaar hoe het gaat worden. En wat is een beleeftuin eigenlijk? Ja, een beleeftuin is eigenlijk een tuin speciaal geschikt voor mensen om te genieten met al hun zintuigen. We merken eigenlijk heel veel bij kinderen en alle mensen met een beperking eigenlijk, dat het heel lastig is om ergens echt van te kunnen genieten. Om overal bij te kunnen, om alles goed te kunnen zien, te kunnen horen en om echt dingen te kunnen beleven. En daar willen we met onze beleeftuin heel graag een bijdrage aan leveren. Kun je wat voorbeelden geven van wat er dan in die tuin te vinden is? Ja, in onze tuin hebben we verschillende routes. Dat is onder andere een snoezelroute, een zenroute, een voelroute. We hebben daar een blote voetenpad, maar ook een blote handenpad. Want als je in een rolstoel zit, dan kun je natuurlijk heel moeilijk ervaren hoe het is om al ergens overheen te lopen. Maar dan kun je datzelfde gevoel wel met je handen ook ervaren als er een blote handenpad naast is. En we hebben een bloemenlabyrint waar je helemaal tussendoor loopt, zodat je tussen al die bloemen alle geuren en kleuren kan ontdekken. Aangepaste speeltoestellen. Er komt een grote snoezelruimte. Er komt natuurlijk een fijne plek waar je een kopje koffie kan drinken en een stukje vers gebakken appeltaart. Nou ja, er is eigenlijk van alles te doen. Ja, dat moet echt geweldig worden, toch? Voor de kinderen straks die daar gebruik van kunnen maken. Dat wordt echt superleuk. Ja, wanneer is hij klaar? Ja, wij hopen eigenlijk. De deadline ligt op volgende zomer. En elke maand die dat natuurlijk eerder kan, zou mooi meegenomen zijn. Dus we zijn heel hard aan het werk om zo snel mogelijk ervan te kunnen gaan genieten. Ja, nou hebben wij het over de subsidies die worden toegekend. Jullie hebben geld gekregen uit het Leaderfonds Flevoland. Om hoeveel geld gaat het? Ja, dat gaat om 100.000 euro van de gemeente Dronten en 100.000 euro van de Europese Unie. En hoe zou het plan eruit zien zonder dat geld? Dan was het niet haalbaar. Nee, het is, je hebt natuurlijk in een openbare beleeftuin heb je te maken met allerlei regels. Het moet natuurlijk veilig zijn, het moet aan alle eisen voldoen, het moet gekeurd worden. En omdat het eigenlijk zo'n groot plan is, de tuin wordt ruim 3600 vierkante meter, dus dat is heel flink. Zijn er zoveel dingen die aangelegd moeten worden? Nou ja, en als je kijkt naar wat de infra alleen al kost, dan, en wat de speeltoestellen bijvoorbeeld kosten om ze aangepast te maken of te kopen, ja, dan praat je wel over heel veel geld. Dus zonder die bijdrage zou het absoluut niet haalbaar zijn. En dan praten we de hele week al met projecten die geld hebben gekregen uit dat fonds. En wat we natuurlijk elke dag ook horen, ja, het is wel ontzettend veel papierwerk om het allemaal aan te vragen. Je moet vervolgens verantwoorden waar het geld aan is uitgegeven. Is dat ook jullie ervaring? Ja, absoluut. Ja, we zijn natuurlijk ontzettend dankbaar dat we deze bijdrage hebben gekregen. Laten we dat absoluut voorop stellen. En ik denk dat het ook goed is dat er heel zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat je alles inderdaad tot in den treuren moet verantwoorden. Ik denk ook dat dat nodig is. En dat we dat ook aan onze maatschappij verschuldigd zijn om dat geld heel goed te besteden en om dat heel goed te verantwoorden. Maar goed, lukt dat jullie ook? Want we hebben ook, we spraken over het begin van de week een project en dan moesten ze echt iemand in de arm nemen om dat allemaal, al die bureaucratische formulieren te regelen. Ja, het is ingewikkeld. Het is echt een hele hoop werk. En we doen met onze bestuursleden er alles aan om dat zo goed mogelijk te doen. En we hebben gelukkig ook veel hulp van lieve mensen om ons heen. Dus dat komt vast goed. Het is het waard geweest uiteindelijk. Ja, ik denk zeker dat het dat waard is. Ja. Ja. Hoe kwamen jullie nou eigenlijk in aanraking met deze subsidie? Wisten jullie van het bestaan ervan van tevoren? Ik was eigenlijk zelf in mijn hoofd al jaren bezig met die beleeftuin. De plannen liggen er al zo'n 10 jaar. Maar het leek eigenlijk onhaalbaar. Totdat we van die Leader-subsidie hoorden en dachten van hey, dit is toch wel een prachtige kans voor ons om toch onze droom te kunnen verwezenlijken.
En ja, ik moet zeggen, de gemeente Dront heeft ons daar ook enorm in ondersteund. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor. Hoe lang heeft dat proces uiteindelijk geduurd? Van idee naar dat het ook echt gerealiseerd kon worden? Als je het hebt over idee, nou... Ja, vanaf de oprichting van Stichting Jelte, dat was in 2010, hebben we iedere keer al plannen gehad van, joh, we willen heel graag, we hadden heel veel kinderen individueel geholpen. En we hadden zoiets van, nou, we willen zo graag iets doen wat op grote schaal toegankelijk is en waar meer mensen structureel van kunnen genieten. En dan vooral mensen, kinderen met een beperking, want we lopen heel erg tegen die, toch tegen dat sociaal isolement aan. En we willen heel graag de inclusie bevorderen. Dus vanaf 2010 waren er al steeds vage plannen. Nou, dat ontwikkelde zich steeds meer. En 2015 kreeg het echte vorm. Toen zijn we echt gaan tekenen. Maar ja, nu is het 2021. Dus het is een proces van 6 jaar eigenlijk. Toe maar. Hij komt bij de Rode Draak, hè? Het neurologisch behandelcentrum voor kinderen in Biddinghuizen. Drakenstein, dat is de naam van de beleeftuin. Hoeveel kinderen gaan daar straks eigenlijk plezier van hebben? Heb je daar enig idee van? Ja, we zitten nu ongeveer te denken aan ongeveer 40 mensen per dag in de tuin. En we willen dat graag kleinschalig houden, omdat we merken dat kinderen en mensen met een beperking er vaak minder van genieten als het te druk is. Mm. En dat willen we juist voorkomen. Dus we willen graag dat het een echt persoonlijke en unieke beleving wordt, die echt altijd kleinschalig blijft. Ja, heb je al een plan voor de officiële opening? Oh, heel veel plannen. Heel veel leuke plannen. Ik denk niet dat ik er al te veel over kan zeggen nu. Maar dat wordt echt spectaculair. Ook dat wordt een belevenis. Oh, zeker. Ja, belevenis op zich. Heel veel succes met de verdere realisering natuurlijk. Het aanleggen van de beleeftuin, Cindy van het Ende. En heel erg bedankt voor dit gesprek.